Afgelopen zondag is een voetbalwedstrijd bij SSW uit de hand gelopen. Zij speelden die middag thuis tegen de Moerdijkse club TPO. Een speler van SSW die gaf een tegenstander een duw. Achteraf hoorde ik dat hij een stoot had gekregen van de tegenstander. Dan kwam er een verzorger of een leider of zo, die kwam dus aan sprinten. En die pakte die speler van SSW vast. Een aantal mensen van SSW die zijn het veld opgegaan om de boel te sussen. Dan lijkt het heel wat, ja, die rennen naartoe om te helpen. En dat is misschien verkeerd uitgepakt. Er kwamen mensen van TPO die dachten van, hey, er rennen daar mensen heen, we gaan er ook heen rennen. Uiteindelijk waren er zo'n 20 mensen op het veld tijdens de escalatie. Hierdoor was het overzicht volledig verdwenen. Op dat moment is de politie ingeschakeld. Op een gegeven moment was het ook weer net zo snel over als dat het kwam eigenlijk. En dan vind ik het raar dat er dan 6 politiebusjes moeten komen om te kijken wat er aan de hand is en zo. 6 busjes dus, voor 1 opstootje. De politie heeft dat gegevens genoteerd en komt vervolgens weer naar huis. Morgen komt het bestuur bij elkaar om hopelijk te achterhalen wat er nou precies gebeurd is. Morgen komt het bestuur bij elkaar en diverse spelers en leiding en noem maar op. En dan gaan we dat spul eens even kijken. Praten, wat hebben ze gezien, wat hebben ze gehoord en kijken of we daar wat uit kunnen halen en wie de daders zijn. De daders worden vervolgens door SSW zelf benaderd. We proberen achter de naam te komen en een brief te sturen, dat we dat niet op prijs stellen, dat ze, als er wat gebeurt, dat ze dan het veld oprennen. Want als je thuis speelt en er komt publiek op het veld, dan word je meestal al als schuldige aangewezen natuurlijk. Want je hoort te zorgen dat er geen publiek op het veld komt, maar dat is een onmogelijke zaak. Of de wedstrijd nog opnieuw gespeeld zal worden, moet de KNVB bepalen.